Dus ik ga niet beginnen. Mag de muziek er terug? Ja. Ik ga niet beginnen met alle notabelen en respectabelen mensen op te noemen. Die komen wel tijdens de speech aan bod. We hebben vandaag twee goede redenen om samen te zijn. Onze vereniging bestaat 50 jaar en draagt het adagium koninklijk. Onze vereniging, toch even voor de mensen die het mij minder goed kennen, de Antwerpse Verstandhouding voor Onderwateronderzoek en Sport. Een mondje vol. Ik verontschuldig wel de burgemeester, die normaal misschien zou kunnen komen. Twee goede redenen, we hebben hem niet uitgenodigd. En de tweede reden is, we hebben 500 liter avondsbier laten maken en niet 500 liter cola zero. We gaan vandaag ook het tweede stuk doen, daarvoor is de schepen hier. Is de sanitaire blok die na enkele jaren voortrekt en een knappe technische prestatie is neergezet. Die gaan we straks officieel openen en na 2 uur of na 3 uur ongeveer zal alles werken en kunt u de QR-codes gebruiken om u om te kleren en te wassen te passen. Voilà. Korte geschiedenis van Avos. Ja, de geschiedenis van het duiken in de wereld. Het begint allemaal met Ene Cousteau in de jaren 40. Die man vindt de noodzwangerheid, dat is goed. En de duiksport is ontstaan. Daarna, in de jaren 50, is er een Franse elite uit het Brusselse die ontdekken duiken in de Club Méditerranée in Zuid-Frankrijk. Links en rechts beginnen er de eerste duikclubs te komen en wij als Antwerpenaar zijn uiteindelijk fier dat de oudste duikclub hier ook is opgericht, de Frogman, die is opgericht begin jaren 50. Toen waren die mensen er al een klein beetje bij. Oké. De duiksport groeit in de jaren 60, wordt populairder, maar er blijven nog altijd heel harde sportmensen die dat doen. Militairen, zwembadfanaten, enzovoort, enzovoort. Het materiaal is nog zeer rudimentair. De Antwerpse clubs verzamelen voor de eerste keer in de jaren 60 om gezamenlijk één Vlaming in de Belgische federatie binnen te krijgen. Dus onze koning heeft ons eigenlijk gefeliciteerd uit een soort Vlaamse reflex om te zorgen toch ergens de Vlaming in dat Belgisch instituut binnen te krijgen. En heeft Antwerpen niet heel veel keer aan de wieg gestaan van nieuwe politieke bewegingen? Ik denk het wel, niet waar, de meeste van de N-VA. De jaren 70, de duikers beginnen te voetballen tegen elkaar in de winter. Het materiaal was altijd slecht. En er gebeurt een ongeval. Men shot een zijn been over. En men zegt, ojoj, we moeten dit aan doen. We gaan een benefietbal organiseren. En de opbrengst gaat naar het slachtoffer. Dat bal was goed gelukt, dus ze zeggen, we gaan dat eigenlijk blijven doen. En we zoeken een naam. En de naam is goed gevonden, het is de Antwerpse Verstandhouding. En dat is een knipoog naar de Entente Anversoise uit de tijd. Dat Beerschot, Antwerpen, Den Berghoem samen speelden in een paastoernooi. Knap, in de jaren 70, 71, als ik me niet vergis, is de officiële stichtingsvergadering en er zijn nog 4 van de levende stichters hier aanwezig. En we gaan die straks ook even in de bloemetjes of in iets anders zetten. Maar toch wel knap dat die mensen hebben gedaan. Ze waren toen 30ers, het zijn nu krasse 80ers. Maar ze hebben het toch maar gedaan. Merci mannen, jullie hebben toch wel redelijk wat visie. Jaren 70 zit heel de generatie van mijn leeftijd gekluisterd naar de films te kijken van Cousteau. Dat was toen het van het. In de jaren 80 verbeterde de duikrief zeer goed en de mensen beginnen meer en meer te duiken, ook op exotische omstandigheden. En ook daar speelt Antwerpen weer een rol. Hurghada is ook ontdekt of gepromoot door verschillende mensen uit onze Antwerpse duikbieders. De duiksport bloeit, we doen bals, we doen Noordzeerallies en we zijn een inspirerend voorbeeld voor andere vossen, andere regionale organisaties. Waaronder de Wevels, waar is ze meer, mijn vriend Lommes? Die hebben dus het Antwerpse voorbeeld uiteraard gekopieerd. Ja. Jaren 90, de duiksport ontploft, de ledenaantallen blijven stijgen. In 1996 start het nieuwe regime van Avos en gaan we ons op meerdere dingen toeleggen. Niet enkel op het uitbuiten van de Put van Ekeren, waar we toen al een vergunning voor hadden gekregen. Daarna hebben we er een concessie van gekregen in Ekeren. Zeer leuk, daarom hebben we ook de nodige financiële slagkracht opgebouwd. En we hebben daar de Rudy Baart, is hij hier al aanwezig? Nog niet gezien. Die dat spel begint te leiden. Samen met Jacques Limpus, helaas onlangs betreurd, die heel zijn leven onze secretaris is geweest. En ook Stef Teven, die heeft gezegd, we gaan er nog iets meer van maken, we gaan ook een kader voor doen.
En dat is belangrijk, onze kadervorming, want dat is eigenlijk onze core business buiten het uitbouwen van deze put, dat wij onze instructeurs, vierstertuigers enzovoort kunnen opleiden. Jaar 2000, ongeveer nu, is ook alle chance voor u het einde van mijn speech. ABEL stelt 50 clubs in de grote provincie Antwerpen, die 3000 duikers vertegenwoordigen, ongeveer 1/3 van NELOS. Ondertussen heeft men ook NELOS opgericht, de Nederlandstalige Federatie. Een beetje ons jonge broertje, waar we toch wel zeer schatplichtig aan zijn. En vele van onze ABEL-mensen hebben ook gefungeerd in het NELOS niveau. Dus ook in plaats 5 en 6. En maintenant, que vais je faire? 2022, één jaartje na datum, we zijn gesticht in 1971, maar ja, door corona schaft ongeveer alles wel. Eén jaartje na datum krijgen wij van de provincie-gouverneur het titeltje van Koninklijke Federatie. En we hebben chance dat jaar, of het jaar daarvoor. Gebeurt niet veel, maar dankzij corona, zelden dat je het woord dankzij corona hoort, dankzij corona wordt plots Ekeren het middenpunt van duikend België. Alles ging op slot na de lockdown 1. En wij waren de eerste die mochten opengaan. We hebben er goed voor gelobbyd, voor gepleit om te mogen opengaan. En we zijn ook na lockdown 2 opengebleven, dankzij de bestuursleden en vele vrijwilligers die heel die tijd de put hebben gemanaged, dat er geen overlast was en we onze sport konden blijven doen. Wij zijn daar niet armer op geworden. En ofwel zeg je, ja, we gaan al ons geld bijhouden, ofwel zeg je, we gaan met ons geld iets nuttig doen en kijk, waarom misschien Springkasteel, Spreenvarken enzovoort. Dit is eigenlijk een coronafeestje. De infrastructuur wordt verbeterd, permanent. Pontons, strappen, mensen van de naburige duikgemeenschap doen ook herstellingen op onze vraag. Als iets kapot gaat, die komen dat gratis doen. Dat is fantastisch. En ons laatste stuk dat we nog wouden oplossen, waren onze dicties. Vroeger was hier niks, dus het wildplassen was een gemeen goed. Daarna heb je dicties. Nu hebben we over één half uurtje hebben we eindelijk de convenabele sanitaire installaties. En dat vinden we fantastisch. Wij zijn nog bezig aan de toekomst. Wij hopen hier op termijn nog een compressor te kunnen zetten, zodat we onze flessen kunnen vullen na onze duiken. Laatste plaat, meneer de schepen. Wat zijn nu eigenlijk onze values, al onze waardes waar wij als duikers voor staan? En ik vertel dit speciaal tegen de niet-duikers. Eigenlijk hebben we er drie. Eén, wij hebben geen competitie. Wij zijn een sport zonder medailles, zonder wedstrijden. Wij doen een sport gewoon onder elkaar. Twee, onbaatzuchtig. In de zin van, duikmateriaal kost wat, opleidingen kosten een beetje, maar al onze instructeurs doen dat nog altijd benevolaat, gratis, gewoon voor het plezier. Waarom? Omdat de leerlingen die ze opleiden, zijn geen studenten, dat worden hun buddies. En wij als duikers vinden wij onder elkaar de band of brothers. Het vertrouwen onder elkaar om samen te gaan duiken, dat is hetgeen dat ons bindt en dat ons motiveert om dit allemaal te blijven doen. Voilà. Nog heel even wachten, meneer de Schepen. Ik heb vier bevallige dames, die vier mannen vol Antwerpse streekproducten, en dat gaat natuurlijk van Bolleke Koning, ons eigen avondsbier, over filet dan vers, gezode worst, enzovoort, enzovoort. Aan onze vier stichters, en mag ik die even naar voren laten komen, de Swa, de Jos, de Jacques en de Wim. Ik kan u voorstellen dat je op 30 jaar zegt, ik ga zonder federatie uit de grond stampen en dat gaat werken. Die man hebben dat gedaan. Fantastisch. En ik ga mijn speech afsluiten met de simpele woorden en ik liep ook dan toch naar het koninklijke. Lang leven AVOS, vive AVOS, es lebe AVOS.